Rick Vermeulen mag weer eens in de basis beginnen. Hij staat op de drempel van zijn 312ste wedstrijd in het shirt van FC Lisse. Daarmee evenaart hij het clubrecord van Roel de Goede die afgelopen zomer stopte. Vermeulen is bezig aan zijn 14e seizoen alweer met FC Lisse. Kent veel blessureleed. Maar de thuisploeg kan hem goed gebruiken. De hoekschop voor de geel-blauwe. Al in de tweede minuut van de wedstrijd. En Boyd Stevens zet zijn hoofd tegen die bal en zorgt voor een 1-0 voorsprong. Bij SJC kan er niet meer gered worden op de doellijn. De hoekschop is van Ait Afkir. De kopbal van Stevens. Vermeulen hindert op de doellijn. Keeper Haggerty, die is kansloos en wordt bovendien ook niet geholpen door de verdediger op de doellijn. Een kickstart voor de Lissenaren. Beide ploegen moeten het stellen zonder hun clubtopscorer. Dit is een kans voor David Verwij. Vorig jaar werd hij nog kampioen met SJC in de hoofdklasse. Begon ooit in de jeugd van Lisse en speelde voor de zondagtak. Gevaarlijke vrije trap van Mike van Toor op de handen van Cummins. Geen Rodi van der Putten bij Lisse, hij is geschorst. En een zieke bij SJC Tom Duindam. Die dus ontbreekt tegen zijn toekomstige club. Van Dijk. Dubbele 1-2 met Van Stijn. Rick van Dijk haalt uit. Dat was ook een verhaal geweest. Kind van FC Lisse. Hij stopt na dit seizoen met voetballen. Maar het schot van Rick van Dijk spat uiteen op de paal. Van Dijk richting Van der Zalm bij het begin van de tweede helft. De eerste helft was wat dat betreft weinig soeps. En nu Van der Zalm met de voorzet. En dan de kans voor Dario Lovecchio. Ingevallen in de rust voor de onzichtbare Demir Strojil. Beide ploegen zullen zich beter moeten laten zien in de tweede helft. Want voor rust heeft het publiek weinig vermaak gezien. Tarani ook ingevallen. Hij vindt Haggerty op zijn weg. Luca Tarani. SJC leed 3 nederlagen in januari. Maar pakte daarna 4 punten uit 2 wedstrijden. Ait Afkir met een goede solo. En zijn inzet gaat net naast. Kevin Winter, de technisch manager van FC Lisse, maakt zich over het algemeen niet al te veel zorgen. Maar SJC kan gevaarlijk worden met een invaller. Mark Turk, die zijn lengte in de strijd brengt en hier net het doel mist. Voor Lisse staat er op dit moment niet zo gek veel op het spel. De tweede periode is uit zicht geraakt. Degraderen kan ook niet. Hier komt het niet in de problemen door de kopbal van Abbas El Tamimi, de marathonman van SJC op het middenveld. Ayoub Ait Afkir legt aan. Is onlangs naar Noorwegen geweest. Zou zich daar in de kijker hebben willen spelen. Speelde in het verleden ook in Finland. Toen raakte hij in opspraak vanwege matchfixing waarvoor hij vrij werd gesproken. Tarani legt veel energie aan de dag. Precies daarvoor is hij gebracht door Robert de Ruiter. Ait Afkir, Tarani kiest positie. Bal gaat voorbij aan Buimer en daar is dan Tarani. Maar Haggerty houdt nu zijn doel schoon. Ook hij heeft een verleden bij FC Lisse. Zoals dat voor meerdere spelers onderling geldt. Er ligt een speler van Lisse geblesseerd, Ait Afkir. Dan gaat Tarani neer door toedoen van Al Tamimi. En die speelt met vuur, want hij heeft al geel. De scheidsrechter trekt alweer een tweede prent. En dan wordt het dus einde wedstrijd voor Abbas El Tamimi. Hier de bevestiging. De noodrem kost de middenvelder van SJC zijn tweede gele en dus een rode kaart. Dat is ook zijn tweede van het seizoen. Hier valt weinig op af te dingen. De beslissing van scheidsrechter Marcel te Hennepen. SJC moet dus de slotfase in met een man minder. En dus een 1-0 achterstand. Montigny op het middenveld samen met Vermeulen en Raus. Een echt Lisses middenveld. Tarani blijft dreigend aan die linkerkant op. Ilioan, die staat amper 2 minuten in het veld. En bekroont zijn invalbeurt met de 2-0. Brian Ilioan. Zoon van Dennis Ilioan, die in het verleden in 2 periodes regelmatig trefzeker was voor FC Lisse. En dan is de wedstrijd beslist. FC Lisse breekt de stand op. En gaat SJC een nederlaag leiden op Ter Spekke.
in een wedstrijd die pas in de tweede helft echt ging leven. Hoogstaand was het niet, maar Lisse wint met 2-0.